2. We moeten sowieso weer gewicht maken vandaag. Ga zo naar de K1 gym. We doen een open workout voor de media of voor de camera's. We hebben een interview, fotoshoot. Daarna gaan we even met Shaggy even kijken hoe het met zijn gewicht zit. Dan doen we dag training 1. Even chillen en daarna weer terug naar Gold's Gym voor de tweede weging. Dus let's go. Yes, yes, yes. We komen net van Starbucks. Dit is echt traditie. Ik zeg jullie eerlijk, hè. Deze chai latte is anders. Ik zeg eerlijk, boys. Is anders. Hey, jullie hebben wel allemaal mooi dezelfde outfit aan. Wat heb jij dan? Wat heb jij dan? Hey, hey, maar... Hey, wat zei jou? Hij wordt aan, man. Wacht nou. Hij wordt aan, man. Daar zit de business class en achterin is ja voor de gewone volk. Ja, dus Guus, dit is hoe jij je 20 uur voelde gewoon, hoe Jordan nu... Jullie hebben die regular class, ja. Ja, man. Hey, Joël, check op mijn stoel, Ik zie, was het niet lekker, man? Ik heb nog functies. Dat is fantastisch, man. Business class, hè? Ja, man, business class. Je kan nog naar voren en achter gaan, maar dan heb je helemaal geen ruimte voor je benen. Je komt gewoon bij Sven op schoot liggen, man. Ik heb nog zelf stoelverwarming, man. Ja, maar als ik het klik, is het niet aan, maar dat doet uit. Kom mijn billen niet branden in 36 graden. Kukanofis koffie. Na vis kon stereo. Hacho. Litegi, papa. Hij is nu goed, maar je verstaat wel. Hé, hey, we kunnen hem niet filmen, bro. Nee. Dan, als een man, als een homie is vandaag jarig, hij is binnen. Hij is binnen en... Rushpang. Hey, zit tijd, hè? Zit tijd. Tijd, mijn ding, love je. Zit tijd. Mariana. Zit tijd. Pak steen. Hier buiten is lekker. Heerlijk. Rusten. Oké, dames en heren, dit is de legendarische K1 hoofdkantoor. Dus als je naar binnen loopt, gaan we dadelijk zien, zie je al die kampioenen. Alles hangt gewoon langs de muur. Dus, follow me. Ah, dus nu zien we al die vechters die gaan vechten. Die hebben zo'n flyers, zo'n poster met alles erop. En dan zie je mij hier ook, hier vet tegen Wajima. Dit zijn al die oude kampioenen. Zie je bijvoorbeeld die mensen erop staan met de jaren nog. Check hier nog Peter uit, Ernesto Host, Recefo. Voordat ik altijd een open workout heb, hebben we altijd zo'n fotoshoot. Dat ik fotoshoots ga schieten. En nu gaan we gaan ze met z'n allen een goed foto maken. En met mijn nieuwe vechtshirt. Oké, zo. Dat is de nieuwe shirt van ons. Gewoon die oude Mike Zip, traditionele zwart. Laat ze even zien, Guus. Yes, sir. Heerlijk hoor. Lekker, man. En nieuw. Mooi hoor. Super goed. Hoe oud is dit? Als een zwarte broekje zitten. Ja, ik heb die zwarte broek toevallig nog mee. Ik heb die man. Dek, man. Is het toch? Nee. Ja. In het midden? Yes. Hey. Yes. Chin down, please. Yes. Zit je voor je bijna? Ja. Oké. Oké, hi. Ik had niet dat je maakt. Wees hier dat ik voor je gewonnen, weet je. Oh, ik dacht dat hij No problem. Alright, media workout done, interview done, fotoshoot done. Nu gaan we gelijk door even naar het hotel, spulletjes halen, direct naar Gold's Gym. Ja, we hebben weinig tijd om te rusten, dus we gaan meteen door en kijken, gewicht maken. En de taxi staat op ons te wachten, dus we gaan weer verder.
Ik luister dan. Mijn schoenen waren gisteren pap nat. Ik weet niet of je dit ziet, maar moet je shit even gaan blowen, man. Die Japanners werden helemaal boos gisteren, man. Die mensen vandaag. Ze zeiden van, gewoon je komt daar om te trainen, dan klagen ze gewoon dat ik aan het zweten ben. Ze werden gewoon boos, man. Ze moesten eigenlijk like, die keer gaan bellen van, ja, die jongen zweet te veel. Hij laat alleen maar troep achter. Ik denk, ze trainen niet hard zoals ik dan. Dus, ja, we moeten gewicht maken, niet zeiken. Ga weer naar binnen. Ga weer opstaan. En ik weeg nu... Okay. 74. Oh, okay. Ga weer omhoog. Oké. Okay. Ga weer omlaag. Oké, okay, dan. Oké, okay. Moela. Yo. Ga even die zweet weghalen, maar gelijk weg, man. Hey, hey. Helemaal pap, net. Part of the game. Ik wil weten hoeveel ik uit afval. We gaan naar de 10 km per uur. 70. 70. Ja. 800 calorieën. 800 hoeveel? Hè? 802. Hi John. Je weet wat jullie met mij hadden gedaan, toch? Happy birthday! Happy birthday to you! Ja. We gaan even Barry vandaag feliciteren met een neppe verjaardag. Hey, shit was 5 jaar geleden. Was wel fijn toen, want daar kwam mijn shirt mee naar een steakhouse. En dan kan ik gewoon zeggen van iemand is jarig, zijn naam is Barry. Jullie moeten voor hem zingen. Happy birthday. Zei, Barry! Yes, Barry! Happy birthday gaan ze doen. Gaat ze zien. Let op. Hij is vandaag jarig, dames en heren. Hi, dus ik word net 77. En ik kan nu eten. Die boys eten lekker. Kijk, Moela eet een lekkere steak. Wat een steak heb je daar, broeder? Ribeye. Ah, dat wil ik ook. Maar ik heb een barbecue chicken. Salade. Salade is goed, hoor. Poes. Happy birthday, Barry! Barry! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Barry! Happy birthday to you! Yeah. Je moet wel blazen, bro. Ik ga vanzelf. Ik ga vanzelf. Hoe oud ben ik geworden? Als je wil. 25. Ik knop. Looking for you. Hi. Hi. How you doing, Sally? I'm mostly. Nice to meet you. I'm Sally. This is a famous cameraman. Oh! Sorry. He's the best. You buy this shit. Sari-chan! Arigato! Is right? Yes, this is the special one. This is it for my hair. Oh, love it. Alright, dag 2 zit erop. Even kijken, mediaverplichtingen hebben we gehad. We zijn naar Gold Gym gegaan. We zijn lekker diep gegaan ook voor Jordan. Hij heeft goed gewicht gemaakt zoals jullie zagen. 70,7. Was netjes, even wat gegeten. Hij is dus wel wat zwaarder geworden. Loopt nu rond op 72,5. Maar we hebben genoeg gedaan voor hem. Hij was ook diep gegaan, dus hij is wat vermoeid. De trainers hebben wat eten, lekker gegeten met de birthday boy. Hey. Morgenochtend lekker vroeg op. En dan gaan we de laatste loodjes doen. En dan gaan we gewicht halen, 70 kilo. Let's go.